Goeiedag, mijn naam is Roosmarijn Bekkers, ik ben 32 jaar en ik ben zo pas verkozen voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement voor de kieskring Limburg. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Eigenlijk heb ik deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik in het dagelijkse leven, als ik mijn kinderen naar school bracht, heel veel frustratie merkte bij de leerkrachten die eigenlijk heel hard hun best doen, maar toch niet de ondersteuning kregen die ze verdienden. En toen dan onze fractieleider Chris Janssens in Limburg mij voorstelde om kandidaat te zijn voor het Vlaams Parlement, het niveau waar onderwijs beslist wordt, heb ik eventjes getwijfeld, maar ik dacht, nu krijg ik een kans om ook dingen te veranderen en ook de mensen op het terrein te helpen. Dus daarom heb ik toegezegd. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? De dag van de verkiezingen zelf hadden wij schoolfeest, dus dat was een leuke samenloop van omstandigheden. En tijdens het schoolfeest begon ik meldingen binnen te krijgen. Een van de eerste resultaten die binnenkwamen was van mijn stad Sint-Truiden. Daar haalde het Vlaams Belang plots 33%. Nu, dat was maar een voorlopige uitslag. Dat heeft zich natuurlijk in de loop van de avond naar beneden gecorrigeerd. Maar de euforie die ik toen voelde, dat was echt onbeschrijfelijk. Gewoon die uitslagen voelen of zien binnenkomen, vooral Limburg. Presteerde geweldig goed, dat was heel fijn. En dan ben ik even op het schoolfeest gebleven, zijn we toch daarna maar naar huis gegaan, op tv gevolgd en dan naar Bilze, waar we eigenlijk onze overwinning hebben gevierd. En dat was een zeer aangename avond. Bent u tevreden met het resultaat? Absoluut. Ik had nooit verwacht dat de partij... Ik had gehoopt dat we gingen winnen, maar zo'n geweldige winst had ik niet verwacht. Ik had zelf 11.000 voorkeursstemmen, wat een geweldig resultaat is. Het was de eerste keer dat ik meedeed aan regionale verkiezingen. Dus ja, beter had ik absoluut niet kunnen wensen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Het jammer is dat wij natuurlijk opnieuw in de oppositie beland zijn. Dat vind ik natuurlijk wel spijtig. Maar ik hoop dat we doordat we nu zo een grote partij geworden zijn, ook heel stevig oppositie kunnen voeren. En ik hoop echt dat ik mijn steentje kan bijdragen. Enerzijds is in het onderwijs dat ik onze leerkrachten kan verdedigen. Maar ik zit ook in de commissie landbouw. En ik hoop ook dat ik onze boeren, vooral onze Haspengouwse fruitboeren, goed kan vertegenwoordigen. En dat ik vanuit de oppositie toch kan echt wegen op het beleid. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ga mijn mandaat niet combineren met een andere job, omdat ik denk dat het toch al een, moet ik het zeggen, werk genoeg zal vragen om het fatsoenlijk of goed uit te voeren. Ik heb wel 3 kleine kinderen, dus ik denk wel dat de combinatie toch nog wel pittig zal worden. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Dus inderdaad, ik heb 3 kleine kinderen, dus het zal een gepuzzel worden voor de opvang en zo verder. Maar mijn man is zelfstandige en die heeft gezegd dat hij minder zal werken. Bovendien, ja, op mijn sociale leven, door terug actief te zijn binnen de politiek, zijn er veel oude vriendschappen geheractiveerd. Mensen die je soms niet veel ziet omdat ze in Antwerpen of in andere provincies wonen. Dus op mijn sociaal leven heeft het enkel een positieve invloed gehad tot nu toe. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Zoals ik juist ook al zei, we zitten in oppositie, dus onze kracht is uiteraard beperkt. Maar de kiezer mag me afrekenen op het feit dat ik echt wel zal proberen de woordvoerder te zijn, zoals ik juist al zei, van onze Vlaamse leerkrachten en van onze boeren, zowel in Limburg, maar ook in West-Vlaanderen natuurlijk, hè, al onze Vlaamse boeren. En ik ga me echt inzetten en daar mag de kiezer mij binnen 5 jaar op afrekenen.